Zo, we gaan beginnen met toer 28 tot en met toer 31 en dan is week 4 ten einde en dan ga ik jullie heel veel succes wensen. We gaan beginnen toer 29. Indien je met één kleur haakt zoals ik je, één losse maken en werk draaien. Bij kleurwisselingen in de hoek aanhechten en starten met de toer. We beginnen met haak 2 stokjes. Dus in de eerste een stokje. Hup. En in de tweede een stokje. Dus tevens weer een herhaling zoals je eerder in de weken gedaan hebt. Nu 2 stokjes in de ruimte waar je 2 los hebt gehaakt van de vorige toer. 1 stokje op de vaste. En 2 stokjes in de losse ruimte van de vorige toer. En 1 stokje bovenop het stokje. Dan heb je dit. Dit herhaal je de hele toer door. Nou, dit hebben jullie al eerder gedaan. Ik ga deze dus daarom even snel doorhaken, zodat we kunnen gaan beginnen met toer 30 van week 4 of deel 4, hoe je het wil noemen. Zo. En dan gaan we de andere toeren ook nog even snel samen doen. Het is op zich niet heel moeilijk. En daarna zal ik nog even wat extra uitleg bijgeven. Want dan gaan jullie, als het goed is, alle granny's haken voor het onderpand. Ik zag al wat vragen voorbij komen op de vragentopic week 4. Er zijn toch wat mensen die graag een paar stappen vooruit willen werken. Ik probeer wel gewoon per deel per week te behandelen. Dus goed, we zijn aan het einde toer 29. Haak 1 lossen en werk draaien. Deze toer gaan we dus voorzien van stokjes. Bij kleurwisseling hier weer aanhechten, effen kleur haken, 1 losse werk draaien. Gaan we de complete toer met stokjes haken. Wat misschien gemakkelijk is voor jullie is om in deze toer gelijk te gaan tellen. Je moet uitkomen op 20 tallen. En vergeet niet in het begin eerst 10 en dan 20, 20, 20, 20, 20 tot je aan het einde bent en de laatste ook weer 10. Waarom? Omdat je granny goed zodanig moet plaatsen dat één punt van de granny aan de rand valt en het punt onderaan op de vest. En zo ga je door. Ik zag al een foto voorbij komen, ik meen van Sjoukje. Die had er granny's er al aan vastgehaakt, vastgehangen met stekenmarkers. Die hing dus niet goed, omdat die eerste granny niet goed hing. Die moet je echt met de punt aan de rand doen. En dat betekent dus 10 steken en heb je de punt van de granny aan de rand van de vest onderaan. Maar ik zal het zo even uitleggen. Goed, zijn we aan het einde. En om een strakke rand te maken, om de basis te leggen om je voor de granny's vast te hechten, heb ik gezegd in toer 31. Halve stokjes te haken. 1 losse werk draaien bij effen kleur. Nieuwe kleur aanhechten indien je kleurwisselingen doet. Deze toer ga je volledig voorzien van halve stokjes. Goed, om even een indicatie te geven hoe en wat te doen. Het onderkantje moet dus in delen van 20, 20, 20 zijn in totaal. Stel je hebt 120, prima. Heb je 121? Kiem even ergens het midden uit van je vest en haak even 2 stokjes samen. Of 2 halve stokjes samen. Maar zorg ervoor dat je de toer daarna voorziet van een halve stokkentoer. En waarom? Dat maakt het geheel weer netjes. Hierdoor krijg je geen bobbelingen en ga je je niet vergissen. Als je er nou 6 hebt, deel het aantal stokjes door 6 en plaats daar even een markertje of een stukje draad als je geen stekenmarkers hebt. En plaats op al die 6 punten een mindering, dus 2 stokjes samen haken of 2 halve stokjes samen haken. Heb je bijvoorbeeld 118? Treur niet. Doe aan de buitenkant gewoon een stokje extra. Dan zit je weer op 120. Dus bijvoorbeeld hier doe je dan eentje erbij. Goed. Ik weet niet of ik hier een granny heb liggen. Nee, ik zie er even geen één liggen. Ja, nou, ik doe het wel even zo, met een papiertje. Dus gewoon even voor de uitleg hoe of wat.
Ik ben dus aan het einde. Toer 31 is klaar. Zijn allemaal halve stokjes. En dan ga je steken zetten. Stel dat hier is punt nummer 10. Dus steek nummer 10. Dan pak je de eerste granny en die plaats je er zo bovenop. Die punt, ja, het is even een papiertje, dus het is niet op maat. Die plaats je hier in het midden. En dat puntje hier moet aan de rand komen. Dat puntje moet precies hier komen. Die moet in het midden. En dan en vanaf dit punt 20 steken verder. Tot einde 10 steken. En dan hang je daar weer je granny aan. Dus niet zo op de 10, maar ertussenin. Goed, ik ga jullie daar straks allemaal nog verder in helpen. En ja, het is nu even een beetje lastig uitleggen omdat ik geen granny hier heb en dit een proeflapje is. Ik ga zo even mijn vest speedy afhaken. En dan ga ik jullie volgende week verder helpen. Zorg in ieder geval voor dat die rand op 20 tallen uitkomt. Qua tellen gewoon 20, 20, 20. 120, 140, 160. Maakt niet uit als het maar per 20 is. Als we straks de grannies gaan aanhaken, zal ik in deel 5 ook uitleggen. Dan moet je x aantal steken zetten, markertje en dan gaan we beginnen. Ik hoop dat dit een beetje voldoende uitleg is. Ik ga mijn vest verder afhaken. En dan kom ik volgende week bij jullie terug met deel 5. De topic waar jij je werk kan showen is inmiddels geplaatst door Annemarie Lub. Dankjewel Annemarie. Dus plaats daar al je foto's van het werk wat je tot nu toe hebt gedaan. Alleen week 4 daarin plaats alsjeblieft. En week 3, 2 en 1 zijn andere topics voor. Let even op dat er geen vragen in de topics geplaatst wordt van de voortgangfoto's. Want ik loop alleen de vragentopic na voor vragen te beantwoorden. Anders dan heeft het gewoon veel te veel werk voor mij. Goed, dat gezegd. Ik wens jullie heel veel succes met het haken van deze week. En dan zien we jullie volgende week weer. Mochten er vragen zijn, hoor ze graag. En veel succes. Doei doei!